Oh ja, en we hebben een nieuwe waterkoker. Deze is van... En vandaag gaan we maar weer eens wat make-up op mijn gezicht smeren. Wij gaan naar... Ik merk wel echt dat ik het nog niet... Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Goedemorgen, het is dinsdag. En ik ben gewoon al aangekleed. Had ik nog wel? Ja, maar ik mag toch goedemorgen zeggen. En ik ben nu thee aan het zetten. Oh ja, en we hebben een nieuwe waterkoker. Deze is van Russell Hobbs. En Marco heeft het gekocht. Hij heeft er ook de broodrooster bij. Ik weet alleen nog niet waar ik het allemaal weg wil zetten. En ik ga een kind in de water. Dus dat moet ik nog gaan uitvinden. In ieder geval even beginnen met lekker thee maken. En vandaag gaan we maar weer eens wat make-up op mijn gezicht smeren. Want dan voel ik me ook wel weer echt een stuk fijner. Ik weet niet, ik zit altijd wel lekker in mijn vel als ik het opdoe. Alleen sommige dagen is het gewoon lekker om het... niets te doen. In ieder geval het aanbrengen. Maar toch vind ik het altijd wel prettig als het op mijn gezicht zit. Ik gebruik trouwens deze concealer. Deze is van Collistar. En Collistar is Italiaans. En die heeft net wat geligere tinten make-up. En dat vind ik altijd wel heel prettig. Want mijn huid is ook wat geliger. Sorry, ik kom heel goed uit mijn woorden. Ik doe ook echt maar minimaal make-up op. Ik doe wel een beetje deze van L'Oreal, Le Blush. Ik vond deze heel mooi toen ik hem zag in de winkel, de kleur. Hij is zo. Ik weet niet of je het heel goed ziet met dit licht. Alleen toen ik hem opdeed dacht ik vind hem best heftig. Maar als je hem heel goed blendt in je huid, is het prima. Ik doe trouwens ook niks eronder. Normaal heb ik vaak een BB cream. Maar daar heb ik allemaal geen zin in. Hè? Dus zie je, als je hem blendt, wordt hij vaak wel heel mooi. Maar hij moet wel echt goed uitsmeer blenden trouwens. Ik blend hem niet, maar ik zet hem goed uit. Kijk, dan vind ik hem dus wel heel mooi. En dan shaped hij ook heel mooi. Klein beetje highlighter. Meestal doe ik het met een kwast. Maar ik snel nu heel klein beetje met de vinger. Aangezien het echt een heel minimaal make-upje gaat zijn. Ik doe ook geen oogschaduw of iets. Ik heb deze Hyper Precise All Day van Maybelline New York als eyeliner. Dat is een stift. En dan hoop ik al meestal als ik probeer eyeliner te filmen, dan lukt het me helemaal niet. Zie je, dan ga ik altijd gelijk de fout in. Ik weet niet wat dat is. Nou, het valt mee, het kan erger. Dat is altijd, hè. Dan gaat iets 10.000 keer goed en dan wil je het een ander laten zien en dan... Lukt het niet meer. Het is wel... Ik vind deze stift trouwens wel echt heel fijn. Ik heb heel veel verschillende eyeliner stiften gehad. En die waren echt niet allemaal even prettig. En ze zijn allebei de kanten wel mooi, maar ze zijn niet gelijk. Wel weer jammer. Echt, eyeliner en ik hebben zo'n haat-liefde relatie. En wat doe ik voor mascara vandaag? Ik ga vandaag voor deze. Dit is The One en die is van Oriflame.
En die kan je dus ook echt laag achter laag. Of laag naar laag opbrengen. Kom lekker aan mijn woorden weer. En hoe meer lagen, hoe voller die wordt. Niet met elke mascara vind ik dat even mooi werken. Maar deze is er wel echt op gemaakt. En het fijne, hij heeft twee borsteltjes. Deze borstel, kijk, die scherp stelt. Voor de bovenkant. En een klein borsteltje speciaal voor de onderkant. Als je daar ook mascara wil aanbrengen. Mij verschilt het echt per dag of ik dat wel of niet doe. Ik zet hem sowieso daar nooit te dik aan. Want dan vind ik altijd dat het net lijkt of je van die huilogen hebt. Dus als ik dat doe, dan gebruik ik echt zo'n klein borsteltje inderdaad. En dan, ik zal het nu even zo doen. Dan tik ik hem alleen heel licht aan. Dan heeft hij wel wat kleur zonder dat je zo'n huileffect krijgt. En ik vind het kleine borsteltje fijner om klontjes eruit te halen. Want die kan je snel vrijmaken. Leegmaken langs de onderkant. En dan kan je eventueel een klontje er makkelijk uit krijgen. Ja, dit is echt dus de meest minimale make-up routine die je kan doen. Lekker stotterend vandaag, maar goed. Zo. Wij gaan naar Sarah's afspraak. Oh, je hebt wat moois gemaakt, hè? Ja. Even. Hij is echt heel leuk. En hij is met Glow in the Dark. Ja, dit is Glow in the Dark. Dit en dit. En dan ga ik natuurlijk weer een bakje doen bij mijn moeder. Ik merk wel echt dat ik het nog niet trek om te veel te doen. Zijn daarna naar huis gegaan, gegeten. Toen hebben we met z'n drieën de was en de strijk even gedaan, alles wat kon. En nu lig ik dus weer op de bank. Omdat het, het was gewoon aan mijn einde. En ik ga nu Sleepless in Seattle kijken. Die heb ik echt zo lang geleden gezien. En daarna eigenlijk niet meer. Dus toen dacht ik, als ik toch op de bank lig, ga ik die film nog een keer kijken. Oh ja, Marco is nu heel even de deur uit. Dus ik ga hem niet afkijken, want we zijn samen natuurlijk bezig met Pinoza. Dus ik denk dat we dadelijk weer Pinoza verder gaan kijken. We hebben net inderdaad Pinoza gekeken. Toen ging Marco naar bed, toen ben ik het perfecte plaatje gaan kijken. Ik denk, ik ga dat gewoon kijken en niet vertellen, want wat hebben jullie eraan als ik alleen maar vertel wat ik ga kijken? Dus ik denk dat het vandaag niet een hele interessante dag was voor jullie. Maar dat is mijn leven even nu op het moment. Ik ga ook op tijd naar bed. Morgen weer vroeg eruit, want we moeten weer naar het ziekenhuis. Dacht er nog één keer en dan is dat gelukkig ook klaar. Baal wel precies dat we in de vakantie elke keer zo vroeg op moeten. Maar dat kwam al beter uit dat ze geen schoolgym en dat soort dingen allemaal heeft. En het moet toch gebeuren. Maar het vroeg opstaan, als het later had gekund, had ik dat fijner gevonden. Maar goed, er zijn erge dingen in het leven, dus ik ga nu slapen, want anders blijf ik doorpraten en dan lig ik nog niet op tijd in bed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!